Yo mensen, groepen van DP, en allemaal vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met mijn rewards. Jawel. Ik heb mijn Division Rival rewards en mijn Foot Champions rewards. En zoals je hoort ben ik verkouden. Oh nee. Ik had gisteren ook keelpijn, maar dat is nu gelukkig weg. Ik heb mijn keel laten weghalen, dus dat is mooi. Ik heb nu alleen nog een beetje verkouden. Ja. Vervelend. Wil je nou dat ik snel beter word? Doneer dan 1 euro naar 96965281212 en 784468425. Of een like, helpt ook. Mensen, als we de 10.000 likes hadden, ben ik morgen weer beter. Ik heb trouwens gisteren ook geüpload. Ja, 2 dagen achter elkaar. Fantastisch werelds. Heel leuk, heel huts. Abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. Abonneer, lekker abonneren, jawel. Hier trouwens is een zonnebril, mensen. Ja, deze prachtige zonnebril. Wat ben ik toch een ongelofelijke gangster. Mensen, besef, deze zonnebril. Ik had die zonnebril gekocht. Het is niet normaal. Toen ben ik hem laatst kwijtgeraakt. Ik dacht van, maar ik vind het zo leuk. Zonder heb ik hem opnieuw gekocht. Oh! Dit kon ik doen dankzij War Robots, de sponsor van vandaag. Een toffe mobile game. War Robots is een app die ik de laatste tijd gespeeld heb. Wat het inhoudt, je kan allemaal tanks kiezen. En met die tanks ga je tegen andere mensen spelen. En als je dan de tank van andere mensen doodmaakt, dan win je. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dat is ongeveer hoe het werkt. En ik heb wat leuks. Als je via de link in de beschrijving, de game note down, dat is mijn persoonlijke link, dan krijg je allemaal speciale voordelen. Je krijgt namelijk een eigen robot. Met een eigen skin. Je krijgt heel veel wapens. En je krijgt 100 goud en 400.000 zilver. Dus eigenlijk ben je, op het moment dat je de game downloadt via het linkje in mijn beschrijving, ben je al helemaal het mannetje. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Er zijn in totaal meer dan 50 types robots en wapens. Er zijn constante content updates. En er is een enorme variatie aan skins, maps en game mode. De game is legit al meer dan 100 miljoen keer gedownload. Ongelooflijk, dat is bijna evenveel als geld dat op mijn rekening staat. Dus ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent geraakt, download het zeker via het linkje in de beschrijving. Doe ik nu de zonnebril weer op. Oh, kunnen we weer door? Tjoenk. Mensen, daar komen we dan. We gaan beginnen met de Division Rival Packs. Waar ben ik geëindigd? Ik heb geen idee. 2 zeldzame omrol. 2 50k packs en 2 35k packs. Dit is tradable. Dat is 1. Ja, we gaan voor de untradable natuurlijk. Want ja, dan kan ik veel betere packs krijgen. Duh. En meer packs. En ik wil gewoon... Ik ben rang 2. Rang 2. Ik heb geen 1 potje Division Rivals gedaan. Ik ben rang 2. What the heck. Wat lekker zeg. Weekend League. Love you. Ja, laten we deze maar gewoon gelijk gaan openen. We beginnen met de mega pakketten. Kom aan. Geen gezeur. Gewoon een goede pack. Komt ie dan. Komt ie. Komt ie. Lekker komen. Lekker komen. Komt ie. Komt ie. Komt ie. Krijgen helemaal niks in de eerste. Helemaal niks. Oh. Oh, wat slecht. Wat is het? Oh, heel slecht. Het is al vrij slecht, hè? Ja, hier hebben we allemaal niks aan. Zit nog een... Nee. Helemaal niet huts. KSI. Kom maar. Ja, we krijgen... Ah, borden. Geen walkout helaas. Het ziet er wel uit. Oh, die keeper. Oh, hier heb je helemaal niks aan. Op zich wel lekker voor SBC'tjes. Dat is op zich wel nice. Gulaski. Wel lekker. 85 is gewoon goed. 85 ben ik gewoon tevreden mee. Niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Ik ben trouwens goud 1 geworden, mensen. Wat dus betekent 200 capex. Oprecht ziek nice. Oké, laten we nou maar eerst de bronzen beloningspakket. Oh. Ja, waarom doe ik zo leuk? Dit is echt helemaal niet grappig. Het is echt niet hut. Besef, ik hoor mezelf gewoon niet. Zo verkouden ben ik. Ik ben echt zielig. Komt die eerste 50 capex. Kom op, jee. Geen wat goed. Scherm wat lekker, scherm wat heerlijk. Geef mij een lekker walkout. Ja, daar komt in ieder geval borden. Het is geen walkout, het zijn gewoon borden. Ah, Ivorcus. Hey, Zaha is helemaal niet slecht. Die is best wel goed, oprecht. Dit is oprecht wel gewoon een goede super sub misschien. Ja, hij is een tradable, dus ik kan hem niet verkopen. Voor de rest krijgen we, ja, niet heel veel. Maar Zaha, die is gewoon rustig 30k. Ja, ik kan hem niet verkopen. Want hij is dus een tradable. Maar gewoon 30k speler is helemaal niks mis mee. Is gewoon lekker. Prima, niks mis mee. Hopelijk nu een walkout. Heb ik tenminste 1 walkout in mijn Division Rival pack. Zou heel nice zijn. EA zou super nice zijn. Nee, het is helemaal niks. Het is niet eens borden. In een 50k heb ik geen borden. Hoe dan? Volland. Hey, wel Bailly. Hey, oh mijn god, dit is nice. Mandy, die is gewoon meer dan 40k. Oké, dan kan ik deze in mijn club doen. En die andere man die kan ik gewoon verkopen. Want die is natuurlijk tradable. Lekker zeg. Wat lekker zeg. Heerlijk. Man die, wat een chille pack. Heerlijk. Hier ben ik oprecht blij mee. Want dat is gewoon een speler die ga je de rest van het jaar gebruiken. Plus nu heb ik niet meer het risico dat hij ineens ziek naar beneden gaat in prijs. Aangezien hij maar 80 reet is. En hij nu wel ziek duur. Dus die ga ik zeker verkopen bij de volgende Weekend League. En hier heb ik man die nu lekker in mijn team. Dan denken jullie van dit was het. Nee. Zeker niet. Weekend League rewards. Yes. Kom op dan. Kom op. Ik heb 2 spelers. 50.000 munten. Weekend League geplaatst. En 200 capex. Let's go. Laten we maar beginnen met die 2 spelers. Kom op dan. Geen wat goeds. Ik heb geen idee wie er in vorm zijn. Oh, we krijgen Bergwijn. Oh, en Adama Traoré. Ja, wie moet kiezen? Deze gast is oprecht wel goed, hè? Ik ga even Raoul bellen. Ja? Hey, oma. Maatje. Ja? Ik heb een vraag. Ja? Bij mijn player picks, moet ik gaan voor Bergwijn of voor Adama Traoré? Ja, Bergwijn of Adama Traoré. Ja, Adama Traoré is toch wel echt een hele goede supersub. Hoi, Bergwijn. Hoeveel playpicks heb je nog over? Hierna nog 1. Ja, daar krijg je sowieso Bergwijn of Adama Traoré. Doe maar Bergwijn, dan krijg je daarna Traoré. Oké, is goed. Dankjewel. En wacht. Rob heeft nog een suggestie. Oh, je moet sowieso Bergwijn nemen. Je moet easy Bergwijn nemen. Oké, dankjewel, you. Oké, ik ga voor Bergwijn. Dat is niet goed, ouwe. Ja, ik ben goud 1 gaan worden.
Oh, dit is slecht. Nu heb ik dus niet Adama Traoré. 97p zat die. Dan gaan we wel voor Mollet. Oké, 200 capex. Let's go. Komt de eerste. Kom maar met die walkout. Kom maar. Trainable packies. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Hey, was er wat goeds? We krijgen in ieder geval borden. Geen walkout. Ah, oh, dit meen je niet. Nee, nee, niet Smichael. Nee. Die is zo slecht. 83 in 100 capex. Dit is zo slecht. Oh, wat een absoluut niet hutspack is dit, zeg. Gadverdamme, wat slecht. Oh, ik heb ook zoveel dubbel. Ah, is er nog een Juve speler? Die waren nog wat duur. Cornetto. Kom op dan. In die tweede moet ik toch. Het kan toch niet anders dat ik een walkout krijg. Geef mij die walkout. Kom op, jee. Geef mij die walkout. Kom op, kom op, kom op. Weer geen walkout. Wel borden, maar geen walkout. Ah, oh, Perisic. Nee. Oh mijn god. Kramaric. Die is ook 83. Dit is zo slecht. Geen één walkout en mijn rewards. Heb ik daar nou 30 potjes voor gespeeld? Wel P-check, maar is helemaal niks meer waard natuurlijk. Tjonge, jonge, 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 jonge. Veerman, die is ook ineens 4 ratings naar beneden. Wil ik ineens bij Norwich. Wat een drama pakketjes. Jongens, huilen met de pet op. Het is te triest voor woorden. Ik wil meer packs ook, want ik ben verslaafd. Mensen, ik zie hier toch een enorm, enorm lekker SBC'tje. Maar eerst ga ik even een broodje eten. Stelletje hutsers! Ik heb zelf als ingevulde SBC'tjes, jawel! We hebben deze SBC, dat is de Premier League SBC. Ik heb geen idee wat je voor krijgt eigenlijk, ik heb geen idee. Deze was niet zo duur, deze kostte echt niet zoveel. Ik had eigenlijk al... IE, je geeft mij snoen! Oh jongen, ik ben voor Bergwijn gegaan, maar ik had echt voor Adama Traoré moeten gaan. Wat heeft die een pace, zeg? Ook alleen pace, dat hebben we wel, maar... We krijgen een premium Electrum spelerspack. Dat is voor mij wel aardig, niet heel goed, maar wel aardig. Die andere daar... Ah, die is echt slecht trouwens, echt slecht. Die andere is wel duur, want je moet daar 2 Juventus spelers. En deze hebben gelukkig untradables, dat is nice. Maar die Kadira is gewoon... Oh my god, 5000 munten! Dat maakt mij gereed uit, want wij hebben nu een... Ik heb een 50k pack gekregen. Wat is dit dan voor onzin? Een klein topgouden spelerspakket. Zomaar ben ik Ah! Oh, het is een 55k pack. Of niet? Nee, het is een 25... Geen idee wat voor pack het is. Zomaar 25k pack. En een 1k pack. En een k-pack. Ik meen je niet. Kom, geef ons nog een walker. Ik weet niet hoe het willen. Jullie winnen het. Kom op! Oh, wat slecht. Geen borden. Oh mijn god. Heb ik hier nou geld aan uitgegeven, jongens? Ja, JJ. Wat een coole naam, zeg. Bryce. Bryce, ja, JJ. Oh, ja, JJ. Oh, ja, JJ. Ja, JJ. Ja, JJ. Wat een beast. Ik ga hem zeker in mijn club zo... Wat een haar? Ik vond, hoe kunnen mensen dit soort haar hebben? Voor de rest is het wel vrij slecht, hè? Dit is echt heel slecht, trouwens. Javinho, klein gouden spelerspakket. En zeldzaam gouden pakket. Klein top gouden spelerspakket. Ik vind dit top. Met name als ik een walkout krijg. Ik krijg een walkout. Nee, weer geen borden. Oh, Rugani! Ja, waarom ben ik je zo blij mee? Hij is 5k, wat wel goed is, maar waarom ben ik je zo blij mee? Dat staat er nergens op. 5500 muntjes. Wel lekker, wel lekker, wel lekker. Calvert-Lewin is helemaal niks. Niks, niks, niks. En weer KSI in een pack. Oké, let's go. Zeldzaam gouden pakket. Geef mij een walkout. We hebben gewoon weer geen. Dit is echt een triest voor woorden. Gewoon weer geen borden. Al die SBC's geen één keer borden. IE, ik ben ziek. Gun mij eens wat. Deze krijg ik een 50k pack. Maar deze is echt duur volgens mij. Okay, deze is echt veel te moeilijk. Deze is echt veel te moeilijk. Heb ik allemaal loyalty nodig en zo? Dat heb ik allemaal niet. Deze allemaal heb je loyalty nodig. Rot even op, man. Willen we niet. Verlam, man. Die. Wat een legend. Voor 30k gekocht. Oh, die is gewoon meer dan 40k waard. Ik hou hiervan. Dit is oprecht een goede pack. Ben ik echt blij mee. Ik ben op het punt gekomen dat ik gewoon 150 vierpoint pack ga openen. Want ik gewoon wel wil packen. Want ik heb gewoon eigenlijk helemaal niks als ik het zo bekijk. Oh mijn god, we krijgen borden in de eerste. Ah, borden, weer borden. Engels, kom op, Dele Alli, Pits, Vardy. Nee, oh, in vorm. Oké, De Foe. Mensen, ik zit trouwens te denken. Ik heb nu 300k los. Naast dit team, naast dit fantastische Huts team. Welke super sub moet ik kopen? Ik weet het niet. Oh mijn god, Icon gepakt. Icon, Crespo. Ah, nee hè. Die is ook volgens mij helemaal geen Icon meer. Dat is ook gewoon, die is helemaal weggehut volgens mij. Dat is helemaal niks. Ik krijg de laatste tijd veel comments over mijn roze kastje. Heeft iemand problemen mee, dan moet je het nu zeggen. Nu. Hutsige hutsoi. Dit wordt Sissoko, ik voel het. Dit is Sissoko, mensen. Droon, Martin, weer je handbaks. Gewoon weer. Nee, 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 met coins. Ah, waarom? Oh, ik nog rare ook. Ik word echt genakt hier. Door het systeem. Mensen, vandaag was niet mijn dag. Vandaag weinig gehutst. Ik wil je bedanken voor het kijken. Zo in deze pack een walkout krijgen, namelijk. Oh, oh, kom op. Ja, ik krijg een walkout in de allerlaatste pack, kom op. Eriksen. 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 Huts. Ik kan het ook niet afsluiten zonder walkout. Dus doe ik het. Oh, wijzen we naar mijn kaart. Eriksen.
in een 7,5 K-pack. Eriksen, die ineens 110.000 munten waard is. Mensen, ik wil graag een vraag aan jullie stellen. Namelijk of jullie een super sub voor mij weten van 400K. Dikke vette huts. Dankjewel voor het kijken. En de groeten. Eriksen, wat lekker. Yes! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.